het dessert. Nou, het dessert gaan we lekker samen eten, dus we hebben één hart en één bord nodig voor twee personen. Het hart van witte chocolademousse leggen we op het midden van het bord. Hiernaast leggen we de crémeux van framboos. Dan doen we de framboosjes erbij. De stukjes lychee. Dan maken we het spuitzakje met frambozengel open en zetten hiervan stippen om de crémeux heen. Dan maken we het zakje van de merengue open en deze verdelen we ook over de twee kanten. We doen de crumble eroverheen. En de witte chocoladepoeder.